Goedemorgen, we zijn bij Chateaubriand Heemstede. Ik ben Johan van Uden. Sinds begin dit jaar 2019 branche-erkende meesterslager. We gaan maken steak à fromage. Steak à fromage is vaakvlees gemalen, mager vaakvlees met 20% doorregend varkensvlees. Dat gebruik van de buik. Daarna wordt het gekruid, peper, zout, gemalen boerenstolwijkerkaas voor de smaak. Gaan we vormen, spek eromheen, kaas eroverheen, later garen in de oven, 140 graden, een minuutje of 35. En dat gebruik je als vleesmaaltijd. Dus we gingen 20% doorregen vlees bij het mager vlees doen. Ik gebruik altijd buiken, een beetje doorregen buiken, niet te mager. Voor lis, het buikvlees heeft een hele mooie structuur om te smelten. Als je een ander soort vet pakt, bijvoorbeeld een kinderbak, dat smelt minder mooi door het vlees heen. Dan loopt weg. Buikvlees blijft nog zichtbaar in het vlees naar de hand. Dus daarom is het mijn voorkeur voor een vers vleesgerecht. De morsmakerij is dat weer anders. We hebben ook altijd onze handgeselecteerde patroonvragen. 3 keer in de week ga ik die zelf selecteren bij het abattoir. Omdat wij vinden als ambachtelijke slager moet je vlees nog zelf uitzoeken. Of het nou kalfvlees is, varkensvlees of rundvlees. Liefst zoek allemaal zelf uit. En dan ook hele dieren, want dan heb je altijd de eerste kwaliteit. Dus we snijden het in stukjes bij het magervlees. Dit gaan we dan even mengen met keukenzout, 10 gram per kilo en basis van onze gehaktkruiden. Deze gehaktkruiden mengen we zelf. Bestanddeel is witte peper, 3 gram, altijd op hoeveelheid. 1 gram op de hoeveelheid foelie, 1 gram nootmuskaat, gember doe ik een klein beetje erin, 1 gram. En dan doe ik ook 3 gram lavaswortel erin, gemalen. Dat is eigenlijk wel een beetje het verfijnen in kruiden, lavaswortel. En dan een half gram lavasblad voor de kleur. Dus dit doen we op onze vlees. Zout erbij. Dit mengen we een klein beetje, zodat alles goed door elkaar zit. Het voordeel is, als het vlees eerst kruiden, dan mengt het ook goed erheen door de gehaktmolen. Kijk, dit is nu gemengd. Nu gaan we het 1 keer malen door de gehaktmolen. Om te mengen is het voor ons makkelijker om even een grote kom te pakken. Dus we gaan de 100 gram per kilo stolwijkkaas erheen mengen, puur voor de smaak. En nu zie je, nu is het al een beetje gemengd door elkaar. En nu gaat het vastmengen, zodat we makkelijker dadelijk kunnen uitsteken. We mengen door tot er een mooie binding ontstaat. Kijk, nu hebben we mooi één grote bal. Nu gaan we even uitsteken, rond een gewicht van 125 gram. Een klein beetje mooi vormen. Je ziet ook dat de stolwijkerkaas goed aanwezig is. En straks, als we de helemaal afgegeneerd hebben, gaan we ook nog 15% stolwijkerkaas eroverheen doen. Als we het in de oven doen op 140 graden, een minuutje of 35, wordt een heel mooi krokant laagje eroverheen. Door de stolwijkerkaas. Hier pakken we mooie gedroogd ontbijtspek. Mooi nachtje gerookt. 6 weken gezouten, 2 weken gedroogd en koud gerookt. Mooie kleuren. Je ziet ook, spek, er mag wel een beetje vet tussen zitten, dus het mag niet te mager zijn. Nu ga ik het even snijden. De gesneden ontbijtspek gaan we nu vormen over het gemalen varkensvlees. Onze varkensburger, zo moet je het nu zien. Dus we maken een klein opstaande randje, zodat de stolwijkerkaas erop kan. Het ontbijtspek is ook puur voor de smaak. Hè? Als je dat spek gaat een klein beetje krokant worden, wat er omheen zit, met een heel mooi licht rookrandje erop. Dat vinden wel heel veel mensen erg lekker. Mijn geraspe stolwijkerkaas, boerenstolwijker. Belegen. De belegen kaas geeft iets meer smaak als een jong belegen kaas. Het gratineert ook heel mooi. Het smelt ietsjes moeilijker als de jonge kaas. De varkensburger met ontbijtspek gaan we dus aftoppen. Daarna gaan we gelijk in de oven garen en gratineren. 140 graden, 35 minuten. En dit kun je gewoon als maaltijd eten. Het blijft gewoon lekker met de bloemkool, gekookte aardappeltjes. Gewoon op z'n Hollands. De ovenschaal die hoeft niet ingesmeerd te worden met een vet. Door ontbijtspek druipt het vet een beetje naar beneden toe, dus je zult hem altijd makkelijk van de plaat afkrijgen. De steak à fromage gaan we nu even gratineren in de oven. Dat is ook makkelijk voor u thuis. Gewoon in de oven schuiven, je hoeft niet aan te bakken, rechtstreeks in de oven. Meestal rond de 35, 40 minuutjes. Ik doe meestal 35, want het vaakvlees verbinden net gaar. En dan is het goed. Na 35 minuten zet je mooi gaar. Je ziet ook, het vet van het spekje is mooi uitgebakken. Dus je hebt een mooi krokant spekje. Stolwijkkaas mooi gegratineerd. Je ziet ook dat het een belegen kaas is, omdat hij smelt op een andere manier als de jong belegen. Ja, we zullen hem even aansnijden. Dan kunnen we zien hoe mooi die is. Kijk, net mooi gaar. Helemaal goed. Mooi vochtig genoeg. Dat vinden wij zo lekker. Ik zie dat het zeg maar, een soort rulle burger is. Burgers die te vast zijn, dat betekent dat er heel vaak rijstmeel in gebruikt is of aardappelmeel. Een burger moet altijd een beetje rul zijn voor de smaak. En dat betekent ook dat je geen bloem of rijstmeel hebt gebruikt. Het is gewoon een puur product en daar gaat het om. Dat is gewoon lekker. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.